Welkom bij Curves. Hallo allemaal, welkom bij mijn Zumba training vanuit de woonkamer. Ik heb weer een leuke workout voor jullie voorbereid. We gaan een minuut lang dansen en een minuut lang krachttraining doen. Wat heb je nodig? Water om te drinken. Hydrateren is super belangrijk. Neem vooral tussendoor een slokje als je het gevoel hebt dat je dat nodig hebt. Dan heb je ook nog dumbbells nodig. Heb je die nou niet in huis? Wees creatief, pak twee waterflessen die natuurlijk wel even zwaar zijn. Of twee wijnflessen uit de kast. En dan zou ik zeggen, daar gaan we. Oké, daar gaan we. Even voor die knieën. Thank you.
Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Lekker dansen. Alors on danse. Oké, en we pakken die dumbbells weer. En nu gaan we rondjes naar achter. Door je knieën. Niet op slot. Balk in de uitspiraal. Kleine rondjes naar achter. Hou op. Weer de dumbbells. Door je knieën. En op.
for the remix. You know that is 75 Lekker. Super Steel. Well, this year's gonna be called Kaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this is how we gonna do it. Hey, hey, come on, hey, hey, come on, hey, hey.
try. Come on, let's go. Real slow. Don't you see that this is perfect? Oh.
voeten laag, 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 laag. Oh hey. Doe ik het goed? Papi, 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 papi. Doe ik het goed? Okay.
even niet. Hou nog even vast. Goed gedaan. Lekker gewerkt. Oké, pak je handen achter je rug, beetje door je knieën en probeer je borst open te trekken. Voel die borstspieren. We hebben veel met armen gedaan vandaag. Ik hoop dat je het lekker vond. Ah, hou die stretch nog even vast. Kom tot rust. Laat die hartslag weer even herstellen. Super goed gedaan. Ik sta natuurlijk in mijn woonkamer, dus ik heb heel vaak mensen die echt stoppen voor mijn raam. Omdat ik hier natuurlijk sta te springen en gek te doen. Oké, hang even naar voren. Hou je benen recht. Laat je lekker hangen, hoofd los. Het zal er natuurlijk ook heel gek uitzien, zo springen persoon in de woonkamer. Ik zal niet de enige zijn. Zak in je grond. En dan vind ik het altijd lekker om nog even op handen en voeten als het niet uitglijden is. Zo. Want ik zweer iets. Voor het stretchen is een matje eigenlijk lekkerder. Twist je helemaal naar de andere kant door. En weer naar de andere kant. Andere been eroverheen. Trek hem naar je toe. En twist. Twist, 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 twist. Lekker hoor. Wat een rust. Oké, en dan leg ik mijn ene voet plat neer. En mijn andere erbovenop. Zo. Dan ga ik eerst even naar voren hangen. Probeer weer helemaal te ontspannen. Laat je hoofd hangen. En dan buigen we even naar de zijkant. Als dit je max is, is dit je max. Als je verder kan, hou die borst open. Hou je rug recht. En dan gaan we weer naar de andere kant. Dan wissel ik van been, dus mijn andere been gaat er bovenop. En dan ga ik weer even naar voren.
staan. Hou je evenwicht of pak een muurtje vast. En dan gaan we nog even het bovendijbeenspier rekken. Probeer je heupen te ontspannen. Voet naar je bil te trekken en je knie naast je andere knie te krijgen, zeg maar. Dan voel je de meeste rek. En je evenwicht houden natuurlijk. Niet vallen. Yes. En mag je zelf even een schouderklopje geven, want je hebt het weer helemaal gedaan. Heerlijk. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het meetrainen. En hopelijk tot snel.